Goedendag, mijn naam is Aaf en ik heb de halfhoekwaarde tangens half x. Tangens is 2 is plus of min de wortel van 1 min cos x. Dat is 1 plus cos x. Dat komt van de formule sin x door 2 hier gegeven met een min en cos x met een plus. En tangens is sin cos. Dat betekent tangens x door 2 in feite sin x door 2 gedeeld door cos x door 2. En als je die formule bekijkt, vallen de wortel 2 weg. Hou je over gewoon de wortel van de eerste term. Dus wortel 1 min cos x. Maar 1 plus cos x. We hebben een plus en minder voorgeschreven altijd. Ja. Dat betekent dus, als je tangens en x hebt, zal het zijn plus of min de wortel van 1 min maal 2 wordt cos en x. 1 plus cos en x. Als je een waarde neemt, je tangens van een bepaalde hoek, zal het worden plus of min de wortel van de cos van de dubbele hoek. Dus 1 min cos 22x. Als je met 11x begint, eindig je met cos 22x. Ja. Nu gaan we dit bewijzen voor tangens 30 graden. Tangens 30 graden is wortel 3 gedeeld door 3. Dit is de tangens van 60 graden gedeeld door 2. Dan gaan we berekenen, is dit gelijk aan plus of min, ja, de wortel van 1 min cosinus, en gebruik hier 60 graden, en 1 plus cosinus 60 graden. Cos van 60 graden is 1 tweede. Ja, dat betekent dus, is dit gelijk aan plus of min wortel 1 min 1 tweede, gedeeld door 1 plus 1 tweede. Ja, dan krijg je, houd je over 1 gedeeld door 3. Wortel 1 gedeeld door 3. Wortel 1 gedeeld door 3 ja, is wortel 1 gedeeld door wortel 3. Als je uitwerkt en de noemer weggeeft de noemer, hou je over wortel 3 gedeeld door 3. Dus dit zal worden wortel 1 gedeeld door 3 is wortel 1 gedeeld door wortel 3. Ja, en dan kun je later uitwerken naar wortel 3 gedeeld door 3. Dus inderdaad, aan beide kanten heb je wortel 3 gedeeld door 3. Dus deze formule klopt. Dus dankjewel voor de aandacht en de volgende keer. Bye bye.